ben Matthijs en ik werk bij de WSD in de kantine. En mijn passie en ex-hobby is drummen. En dat doe ik al vanaf vrij jong. Ik ben begonnen bij de fanfare, waar je optochten loopt, de vierdaagse, trommel voor de buik en gaan. En later ben ik veel meer van de wat hardere muziek gaan houden. Grote ergernis van mijn moeder. En dat ik daar thuis allemaal mee te spelen en te doen op een drumstel die ik zelf had gekocht. Van Krantenwijk geld. En later is dat verder doorgegaan. Ben ik lessen gaan volgen. Waardoor ik in de, ja, laten we zeggen, de middelbare school mijn eerste bandje had. En toen begon het eigenlijk helemaal te groeien. Ik wilde echt gewoon muzikant worden in die stijl muziek. Het was iets meer Krantenwijk geld dan dat ik dacht. Maar dit is nog niet eens helemaal. Want ja, meestal bij metal heb je twee bassdrums. Dat zijn deze dingen. En ook een dubbel pedaal. Ja, eigenlijk bijna hetzelfde effect uit. En ja, het is in zo'n flatje zo wat makkelijker spelen. Het ziet allemaal heel heftig en heel lomp uit wellicht. Hè? Want het is toch hard slaan soms. Maar daartussendoor zit heel veel techniek. Ook hele andere stijlen van muziek zitten er doorheen. Ja, dat trekt me eigenlijk wel. Kopen ervan, ermee bezig zijn, het uitzoeken, wat past het beste, wat hoor je het beste door de PA heen. Ja, dat is wel een leuk proces. Ik zou er nog wat extra trommels bij kunnen zetten, ziet er ook heel gaaf uit. Maar voor de stijl die ik speel, dus die ik zelf in gedachten heb, is het eigenlijk zelfs al te veel. Maar wel voldoende, het ziet er ook wel gaaf uit, dus ja.